Nou, een hele goede morgen allemaal. Wij zitten lekker aan een ontbijtje. Tenminste, we moeten nog even proeven of het lekker is. Maar we hebben in ieder geval kaas. En Marlies. En geen kaasschap, dus we doen het gewoon met een hakbel. En koffie, zelf gebrouwen. Dus het gaat vandaag helemaal goed komen. Het is trouwens bij ons nu 7 uur, bijna. Ja, dus 5 over 7 worden we opgehaald. Ja. Door die vrouw en... in ieder geval, we kunnen met die vrouw meerijden, want die heeft een klein zoontje daar op school of zo. Dus ideaal, dus we zijn benieuwd. Ons brood inpakken, zonder papieren, zonder boterhamzakjes. Gewoon met het folie van de kaas. Zo, voor 1 dag gaat het wel mee. Top. We hebben een rondleiding gehad door de school. Allerlei verschillende docenten. En wat hebben we nog meer gedaan? Ja, in die klas er geweest. Dus we hebben een beetje gezien van hoe de leerlingen zijn, hoe het onderwijs wordt gegeven. En nu moeten ze even een keuze maken van in welke klas willen we. Nou, dit is dus de school. Heel groot. Schoolplein. Daar zie je een wit gebouwtje. Daar zit groep 1. Daar ga ik zo heen. En Caroline die gaat hier de klas in. Klas 4. Klas 4B. Nou, Caro, succes. Kinderen hebben net buiten gespeeld en gaan zo in de rij, wel opgeruimd, juffrouw Bart geklapt en er wordt daar al een rij gemaakt. Kijk maar. Ik heb een zero in mijn hand en de kettingen voor plassen. Want de kinderen mogen niet zelf in een stukje pakken. Dat moeten wij aan ze geven. Hilarisch. Wij gaan nu netjes stil naar binnen met ons hoofdje op tafel. Wij gaan nu netjes naar binnen met ons hoofdje op tafel. Ja. Althans, we gaan alweer van het strand af, want we hebben heerlijk lekker even gelegen. We zijn papje zat, toch? Oeh, echt wel. Je voelt wel even dat we heel weinig hebben geslapen, want vannacht werden we dus ook heel veel wakker. En dat merk je nu gewoon. Maar we hebben een hele leuke dag gehad op school. Ja, dat was echt wel leuk. Dus we gaan nu even proberen een lift te regelen, maar ons appartement echt geen zin om weer te gaan lopen. En, maar dit uitzicht is natuurlijk helemaal fantastisch. Kijk, messen in. Trekken. Tadaa! Nou, we zitten hier aan het eind van de dag op een bank. Over de bank wil ik niet praten, maar wel over hoe deze dag was. Dat was leuk. Jawel. Ga morgen weer gewoon vrolijk op pad.
Maar we moeten wel even wennen. We moeten wel echt even wennen. En dan niet aan de mensen hier. Hartstikke leuk. Maar gewoon even aan deze leefomgeving hier. Want het is best wel echt plakwarm. Moeten we even aan wennen. En het is hier in het huisje gewoon een beetje smoeselig, een beetje vies. Ja, echt goor. We hebben net ook weer zitten schoonmaken. Maar ja, hè. We moeten toch wat te doen hebben hier. Dus voor zover, Marley en Carly in